De Amerikaanse ambassade heeft vandaag een memorandum of understanding getekend voor small grants projecten tegen HIV en AIDS met twee lokale organisaties. De organisaties zijn de Suriname Business Coalition Against HIV and AIDS en de stichting Double Positive. De Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo, Karen Williams, zegt dat deze grants deel uitmaken van de President Emergency Plan, PEPFAR. PEPFAR is een programma om wereldwijd AIDS tegen te gaan. De ondertekening van de MOU met de organisaties vond plaats in het gebouw van de Amerikaanse ambassade. The U.S. launched PEPFAR Small Grants Program in the Caribbean in 2010 as part of its global initiative to assist in reducing the impact of HIV and AIDS. This particular PEPFAR Small Grants Program has had, and will leave, a lasting impact in the effort to eliminate HIV and AIDS. William zegt dat het belangrijk is dat overheden samenwerken met niet-governementele organisaties om HIV en AIDS te bestrijden. Ze willen ook heel graag HIV en AIDS uit de taboesfeer halen. In this way, we can continue to make progress and ensure no one is stigmatized, targeted or mistreated because of HIV or AIDS. That no one is too afraid to get tested and that we are compassionately care for all those afflicted and their families. I end with a reminder that HIV and AIDS is not a problem for others. It is not a problem that afflicts one group and not another. It can affect any human being. And the impact goes beyond those who are infected and touches all of us and the societies in which we live. It is also a disease, the spread of which can be slowed through awareness, discussion, prevention and testing. Karen Williams, de Amerikaanse ambassadeur in Suriname. Ze is blij dat ook Surinaamse organisaties bereid zijn een bijdrage te leveren aan het elimineren van HIV en AIDS.